Renault Antwerpen. De auto's van stad. Met de lijnbus van de ene naar de andere campus. Het duurt lachwekkend lang, zo vinden de studenten. En dat willen ze bewijzen met een race tegen de bus. Een beetje in Top Gear-stijl, dat was het idee. Daar is dus ook vaak tegen het openbaar vervoer. En wij gaan bewijzen dat wij op studentikoze manieren met de zenuw hoe dat we dat gaan doen, nog altijd sneller zijn dan de bus. Om exact 11:55, het tijdstip dat de bus normaal aan de campus Drie Eiken zou zijn, vertrekt iedereen. Met de fiets, al joggend en zelfs op de bierfiets. De race is een tocht over amper 4 kilometer en ik kan nu beginnen. En de bus, die is te laat. Fietsers en lopers zijn de snelste en dan volgt de bierfiets. Ja, jawel, de verbinding tussen de twee campussen in Wilrijk is zo slecht dat wij zelfs met een bierfiets met één versnelling en een hoop pinten die niet mogen smossen eigenlijk nog altijd rapper gaan zijn. Die van de bus zijn intussen ook vertrokken. De eerste fietsers komen al aan op de campus Groenenborger. Ik kom elke dag met de fiets naar school, omdat het sneller is dan met de bus. Dus. Helemaal uit Ekeren. Wanneer wat later de lopers aankomen, zit ook de bierfiets al in de laatste rechte lijn. Nog 100 meter is aan de campus, moeten we wel rond voor rond punt draaien. De bus? De bus is nergens te bespeuren. En de busreizigers, die moeten op de bus nog overstappen. Nog eens 5 minuten extra wachten en dan weg met lijn 21. Ook gemakkelijker om een bus te pakken gewoon. Want met de fiets kunnen moeilijke schermen al rondzuilen en zo. Dus de bus is wel gemakkelijker, maar dan zit je ook een uur onderweg om gewoon te geraken waar je moet zijn. Campus Groenenborger! De tijden spreken voor zich. 7 minuten voor de fietsers, 11 voor de lopers, een goed kwartier voor de bierfiets. En de bus, die doet er uiteindelijk meer dan een half uur over. Het is bij deze zeer zeker bewezen dat het niet uitmaakt hoe je gaat, dat je altijd sneller bent dan de bus, ook al wandelt je. Je bent sneller dan de bus. En dat is eigenlijk, dat vinden wij als studenten, vinden wij dat wel een probleem.